De populairste en vaakst voorkomende verslagvorm in de moderne tv-geschiedenis is de zogenaamde staande reporter. De reporter staat live ter plaatse en dat is goed, want de kijker is waar hij wil zijn, op de plaats van de actie. En zijn geliefkoosde zender is erbij. Maar om te bewijzen dat hij er is, moet de reporter in beeld gaan staan. En dan krijg je dit. Op dit ogenblik wordt achter mij bijzonder hard gewerkt om aan die pannen iets te veranderen. We twijfelen geen seconde aan de woorden van de reporter. Maar helaas staat hij ervoor en zien we niet wat hij ons wil laten zien. Een mogelijke oplossing is in de ramp gaan staan, zoals deze vrouwelijke reporter in Taiwan probeerde. Ook in Vlaanderen wordt al met deze techniek geëxperimenteerd. Deze reporter bijvoorbeeld is zelf onderdeel van de ramp en draagt er zelfs toe bij. Zwagen doorlaten. Zo, juist. Dat is in orde. Om 8:30 vanochtend is de slotenmaker gekomen. Daarna zijn ze in alle kalmte begonnen met het ontruimen van de woning. Dus ze hebben eerst alle meubels op straat gezet, alle huisraad hebben ze meegenomen. En dat is allemaal binnengehaald in de stallingen hier naast het huis. Uiteraard is deze techniek levensgevaarlijk en onverantwoord voor brave familievaders. Het probleem zit hem hierin dat de reporter steeds in de lens moet blijven kijken om contact te houden met de kijker, waardoor hij onmogelijk kan zien wat er achter hem gebeurt. Hoe kunnen we de voor de rest uitstekende techniek van de staande reporter verbeteren? De normale situatie is dit. Hier op het partijbureau van de VLD is zo pas de slogan bekendgemaakt waarmee de Vlaamse liberalen de verkiezingsstrijd van juni volgend jaar ingaan. U ziet hem hier achter mij. Oplossing 1. We bevestigen een stuk karton in gesatureerd blauw ter hoogte van de borst van onze reporter. Dankzij de moderne beeldtechnologie is dit mogelijk. Hier achter mij ziet u de nieuwe verkiezingsslogan van de VLD. Veel beter is de situatie nog niet. De visuele informatie blijft onvolledig en dus onbetrouwbaar. Een uitbreiding dringt zich op en dan krijg je dit. Hier achter mij ziet u de nieuwe verkiezingsslogan van de VLD. Zenders die niet beschikken over deze peperdure technologische apparatuur kunnen dit overwegen. Hier achter mij ziet u de nieuwe verkiezingsslogan van de VLD. Over naar de studio. In plaats van de reporter te bewerken, is het ook mogelijk in de achtergrond gebeurtenissen te organiseren, te regisseren en te enseneren. Als je het bijvoorbeeld hebt over zandzakjes, vraag dan iemand om precies op het woord zandzakjes door uw beeld te lopen. Met zandzakjes. Je ziet hier misschien de mensen achter mij zelf met zandzakjes zeulen. Er zijn hier nog straten, niet zo ver hier vandaan. Als de bevolking ontevreden is, zeg dat dan niet, maar vraag iemand van die bevolking om het op het gepaste moment in de achtergrond te komen demonstreren. Om de situatie onder controle te krijgen. Als je een interview maakt over de gewelddadigheid van neonazis, huur er dan een paar om je punt te verduidelijken. Bitte? Hier sind nur Fotzen und Nazis unterwegs. Ook heel leuk is aan de mensen in de achtergrond vragen om te applaudisseren bij het eind van je verslag. Als je rechtstreeks verslag uitbrengt over te verwachten voetbalgeweld en er gebeurt nog niks, zoek dan een paar vriendelijke omstanders om ervoor te zorgen dat er in de achtergrond toch iets gebeurt. Wel, op dit ogenblik is de politie opvallend aanwezig in het straatbeeld, maar dat ze toch zeker aanwezig willen zijn. Het zijn een beetje de verkenners die dan voor de troepen komen. Uit het nu volgende fragment blijkt heel duidelijk dat dit soort situaties goed wordt voorbereid. De reporter heeft nog maar net geklaagd dat er niets te beleven valt, of er valt wel iets te beleven. En precies op het woord hoofdact krijg je ook een hoofdact te zien. De reporter verpinkt niet. Logisch, de hele show was goed gerepeteerd. Er is eigenlijk weinig te beleven, lijkt mij, op dit moment. De mensen wachten af en ze weten dat als het hier nu niet lukt, dat het nog een heel spannende wedstrijd wordt tegen Zuid-Korea. Als dat voorbij is, dan wordt het natuurlijk wachten of de hoofdact van vanavond de steuns. Stel, je moet als staande reporter rechtstreeks verslag uitbrengen over het verhoor van het duivelspaar Aurore Martin en de Duitser Peter Uwe Schmidt. Voor het zover is, legt de reporter bevattelijk uit wat de figuranten moeten doen. Het komt erop neer. Guy is onderzoeksrechter, Martin is advocaat. Als er niks te beleven valt, dan zorgt Rob ervoor dat er iets te beleven valt. Ja. Hoe dan ook. Ja. Ik moet er rekening mee houden, Guy. Dus die Schmidt, dat is een Duitser, hè? Je weet wat je familie aangedaan hebt, dat moet ik voelen, hè? Ja, ja, ja. Dus, ik doe mee, hè? Ik doe mee, werkelijk. Ja, ja, ja. Iedereen klaar? Goed, ja. Het is rechtstreeks, één kans, alles moet kloppen van de eerste keer.
Het is al de derde dag van het verhoor voor de Brusselse raadkamer van het zogenaamde duivelspaar Peter Uwe Schmidt en Aurore Martin. Het zijn zware dagen voor de onderzoeksrechter, die er geen gras over laat groeien. Pas gisteravond laat heeft het gerecht de duivelspaar een advocaat toegewezen. De man was vanochtend te laat. Nee, Martin, dat is te vroeg. Iets later. Ik zeg te laat en dan. Oké? Okay? De man was vanochtend te laat. Het verhoor begon met... Nu, Martin. Goed. Een half uur vertraging. Uwe Schmidt wordt beschuldigd van dubbelmoord. De moord op zijn echtgenote en medeplichtigheid aan de moord op de echtgenoot van Aurore Martin. Maar daar heeft Uwe Schmidt geen oren naar. De politie neemt de zaak zeer ernstig. Het onderzoek sleept al een vol jaar aan. Maar nu het dossier eindelijk in België is beland, is de vraag die iedereen zich stelt... Zit het dossier in de lift? Ja, het dossier zat in de lift. Een vroegere vriend van Uwe Schmidt heeft ondertussen getuigd en zijn versie van de feiten was naar verluid misselijkmakend. De verdachte, die Duitsstalig is en wordt verhoord via een tolk, blijft evenwel ontkennen. Ik heb het niet gedaan! Als die lijn wordt doorgetrokken, is de langverwachte stroomversnelling... ...zo goed als uitgesloten. De exclusieve rechten op de verslaggeving van deze zaak liggen bij het tweede VRT-net Canvas. Toch kwam een concurrerende zender ter plaatse. Maar dat duurde niet lang. Volgens de onderzoeksrechter primeert het geheim van het onderzoek. Als het van hem afhing, kwam geen enkele cameraploeg het gebouw binnen. Een belachelijke reactie. De verdediging is als eerste buiten gekomen. En graag hadden we meester Heijlen om een eerste reactie gevraagd. En dat doen we ook. Meester Heijlen, hoe schiet de zaak op? Wel, de verdachte, mijn cliënt, houdt zijn onschuld staande. Maar ik kan mij onmogelijk akkoord verklaren met de agressieve onderzoeksmethodes van de onderzoeksrechter, die ook het geweld niet schuwt, fysiek. Dat was het vanuit de Raadkamer in Brussel. Bedankt voor uw aandacht. Dat was Alles kan beter voor deze week. Dank aan de panelleden voor hun gewaardeerde medewerking. Dank aan u voor uw aandacht en graag tot volgende week.